Sup mensen, ik ben meester Yasin en ik geef les op een middelbare school. Ik ben docent Nederlands en ik doe nu een videootje voor de week tegen Pesterman. Ik wil ook helpen, dus vandaar deze video. De belangrijkste afspraak die je moet maken, vind ik, is dat je vanaf het begin al zegt met leerlingen, ouders en docenten dat je pesten gewoon niet accepteert. Nooit, in geen geval. Dat is de eerste afspraak, dus uitgangspunt is van... Pesten accepteren wij op school hier niet. Nooit gewoon. En docenten onderling, weet je, maak het bespreekbaar. Bespreek met elkaar van, hey, welke signalen zijn er? Zijn er dingen die je opvallen? Vallen de leerlingen buiten? Let gewoon op die kids, weet je. Probeer je in hun wereld te begeven en let erop met ze. En maak een afspraak van, hey, hou je ogen open. Luister naar die kids. Toon interesse. Vraag hoe het met ze gaat. Dat is de belangrijkste afspraak die je kan maken met collega's. Geef gewoon om die kinderen, zodat zij, als het nodig is, ook een verhaal bij jou kwijt kunnen. En misschien niet eens bij jou kwijt kunnen, maar ook dat jij het misschien nog vanzelf ziet dat er iets mis is met iemand bijvoorbeeld. En dat jij het voortouw neemt. Maar in ieder geval, spreek met elkaar af, alle docenten, dat je er samen op gaat letten en samen scherp op bent. Belangrijke afspraak met ouders en docenten en natuurlijk de leerling niet vergeten, is dat het samen is, dat je een team bent. Het is een driehoek en we doen het samen, echt all the way. Bij elk incident of bij elk vermoeden of wat dan ook, weet je, ouders, kom op school. Docenten, bel die ouders ook op, al is het iets kleins, al vermoed je iets. Die weten het ook niet altijd. Ouders weten ook wat. Wij docenten weten ook niet altijd. Misschien samen kom je tot een veel betere oplossing. Vooral voor de leerling, want daar gaat het om. Betrek elkaar alsjeblieft bij. Dus betrek ouders ook op school. En docenten, bel ze op. Nodig ze uit op school. Bij een klein dingetje al van, doe dat gewoon. Oké, dit was mijn video voor de week tegen pesten. Zorg ervoor dat je het liked, deelt, verspreidt het. Doe mee. Pestgedrag is er helaas nog steeds. En als jij... Het verspreidt en deelt en help je ook gewoon een handje, man. Zoals we allemaal proberen te doen. Zoals ik ook in heel veel dingetjes al heb gezegd van, je hebt elkaar nodig bij alles. Dus zorg ervoor dat ook jij je steentje bijdraagt, dan doe ik dat. En dan komt het goed, man. En misschien niet morgen, misschien overmorgen, maar we doen in ieder geval ons best, oké? Want we zijn tegen pesten. Oké? Ciao.